De camera is vorig jaar voorafgaand aan de wedstrijd Heerenveen AZ maar heel even op Oussama Idrissi gericht. In de 78e minuut is dat echter compleet anders, want de aanvaller schiet op fabelachtige wijze raak. Nu is het een hoekschop. Hoekschop die er in één keer ingaat en die als zodanig ook telt. Ze staan allemaal te slapen. Idrissi ziet dat er totaal geen organisatie is bij Heerenveen bij die hoekschop en draait hem in één keer binnen. Hoe deed je het? Hoe ik het deed? Nou ja, goed, snel de bal klaarleggen. Ik zie keeper vanuit zijn goal de organisatie neerzetten. Even een korte twijfel, moet ik het doen, moet ik het niet doen? En uiteindelijk doe ik het en hij vliegt er mee in, dus dat is lekker. Heb je het ooit eerder gedaan? Nee, eerlijk gezegd niet. Ja, als je ook ziet, je ziet dat ik snel naar achter loop om een snelle aanloop te nemen te schieten. Dus ja, dat is wel een bijzonder goal voor mij. Maar die tweede, dat heb ik echt nog nooit gezien op een voetbalveld. Wat dacht jij? Wat gebeurt er nu? Ja, ik zag het niet. Ik heb het niet eens gezien. Ik neem aan dat hij hem in heeft gedraaid en dat de keeper niet op aan het letten. Want is toch ook niet op te letten? Nog mensen neer te zetten en zo. Ja. Belachelijk. Maar ja, hij telt. Ja, de naam Idrissi gaat de hele wereld over. Mooi, dan stappen we niet voor niks veld. Dankjewel. Ja, zo.